Het is dé grote dag voor veel scholieren. Wachten bij de telefoon op dat ene bericht. Een beetje zenuwachtig ben ik wel, ja. En verder in het nieuws vandaag. Paul uit Leut waarschuwt hondenbezitters voor de grasaar. En Nijmegen wil Romeinenhoofdstad van Nederland worden. Voor veel middelbare scholieren is het vandaag een hele spannende dag. Eén telefoontje met goed of slecht nieuws. Zo ook voor Suus uit Beuningen. Zij krijgt vandaag haar eindexamenuitslag. Hallo. Hey Suus, hallo. Hey. Jij krijgt vandaag je belletje als het goed is. Ja, hè? Dat klopt, inderdaad. Ja. Ben je zenuwachtig? Nou, de spanningen lopen wel een beetje op, maar ik heb ze nog onder controle hoor. Ik ben benieuwd. Ja, kom binnen. Dankjewel. De 17-jarige Suus heeft het HAVO-eindexamen gedaan op het SSGN in Nijmegen. De examens zelf zijn al een tijdje terug en daar heeft ze een goed gevoel aan overgehouden. Ik durf natuurlijk nog niet te zeggen dat ik geslaagd ben, maar het gevoel zit goed in ieder geval. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, want welke vakken zijn dan ook echt heel makkelijk afgegaan? Nou, ik dacht dat Engels heel moeilijk ging worden, maar die ging eigenlijk echt heel goed. Dus ik denk dat ik daar wel een goed cijfer voor heb. Dadelijk krijg je belletje. Hoe laat verwacht je die ongeveer? Ja, vanaf 3:30 kunnen we gebeld worden, dus dat is nog heel eventjes. Maar ja, best laat ook, dus de spanningen lopen wel een beetje op. Omdat je dan ook wel van andere mensen al hoort of ze geslaagd zijn of niet. En dan moet jij nog, zeg maar. Dus dan een beetje zenuwachtig ben ik wel, ja. Ondanks de zenuwen staan er al genoeg leuke activiteiten op de planning. Als ik het kan vieren, 15 juni is zaterdag, dan vier ik mijn feestje. Ook nog een beetje voor mijn verjaardag. Dus dan vier ik het en ik ga nog een examenreisje maken met vriendinnen. Waar ga jij heen? Naar Lorette ga ik, naar Lorette Mar. Heb je de telefoon al bij dan voor het belletje? Ja, ik heb hem al heel de dag. Ik heb hem hier zo toevallig ook. Ik heb hem altijd al bij me inderdaad. Want stel dat er toch in één keer de vergadering al eerder voorbij is, dan wil ik hem niet missen natuurlijk. De taart staat al in de koelkast en de vlag staat al klaar om opgehangen te worden. Nou, hij staat al klaar. Maar ik weet natuurlijk nog niet of hij straks ook aan het huis hangt, zeg maar, met de tas eraan. Maar we hebben in ieder geval... Daar gaan we wel vanuit, toch? We gaan er vanuit, maar ja, durven natuurlijk niet met 100% zekerheid te zeggen. En ja hoor, naast vele anderen werd ook Suus gebeld met goed nieuws. Een fijne wandeling door de natuur werd de hond van Paul Heijsen uit Leut bijna fataal. Ze kreeg een grasaar in haar neus en de operatie was zo complex dat hond Kira dat bijna niet overleefde. Baasje Paul is sindsdien op een missie. Met andere hondenbezitters uit Leut plukt hij de grasaren in het dorp en via een WhatsApp-groep waarschuwt hij hondenbezitters waar de onschuldig ogende grassen te vinden zijn. De grasaren zijn een steeds groter groeiend probleem. Doordat er anders bemaaid wordt en men gras langer laat groeien, omdat dit goed is voor vlinders en bijen, zien we daar nu de keerzijde van. De grasaren zijn een steeds groter gevaar voor kat en hond. Nou, die grasaren die hebben weerhaakjes. Dat zijn eigenlijk zaadjes met weerhaakjes, van die pluimpjes. Je kent ze wel, want ze gaan soms ook in je eigen kleding zitten. En wat die doen in een honden- of in een kattenvacht, is dat die toch door hun weerhaakjes door de huid trekken, of bijvoorbeeld het oor intrekken of zelfs het oog. En dan geven ze daar ontsteking en pijn. Nou ja, allemaal ellende die je eigenlijk helemaal niet wil. De grasaren in oog of oor zorgen voor een fikse ontsteking bij de huisdieren. Het is belangrijk je huisdier te checken op grasaren na het uitlaten, omdat ze er dan nog uitgekamd kunnen worden. Blijft een dier er langer mee rondlopen, dan moet de dierenarts vaak te pas komen om de grasaar te verwijderen. Dit is niet zonder gevaren. Een grasaar is bij haar in de neus gekomen en ik kon het niet meer uithalen. Uiteindelijk moest ze naar de dierenarts. Eigenlijk ben ik meteen naar naartoe gereden en niet veel later zat ze op de operatietafel. En met een endoscopie en een ondernarcose. En dat is haar bijna fataal geworden, de narcose. De grasaar zelf is vaak heel moeilijk om te zien, al kun je gelukkig wel symptomen herkennen bij je huisdier. Als een hond onverwachts heel veel gaat schudden, is er grote kans, zeker als hij in zo'n veldje hebt gelopen, dat er een grasaar in zijn oor zit. Als hij zijn oog dichtknijpt, dan kan het maar zo zijn dat er zo'n grasaar onder het ooglicht terechtgekomen is. En als hij heel veel gaat likken aan zijn poten bijvoorbeeld, echt manisch likken, dan weet je, hey, er is iets aan de hand. Hij heeft hier pijn, hij heeft hier ongemak. En als je dan gaat onderzoeken, dan zou je zo'n grasaar kunnen vinden.
Al blijft het wel moeilijk. Doordat de gasaar loslaat in kleine stukjes en zichzelf vasthaakt met weerhaakjes, zie je het plantje gemakkelijk over het hoofd. Dus pas als hondenbezitter heb je pas door dat er iets mis is met je hond, als het al mis is, als het er al een tijdje zit. Ja, en dan is de schade al geleden. Om de wereld een stukje veiliger te maken, gaat baasje Paul met andere omwonenden de gasaren plukken. Hij hoopt uiteindelijk ook te kunnen samenwerken met de gemeente. De opleidingen Sociale Geografie en Milieu van de Radboud Universiteit bieden geen ondersteuning meer bij de samenwerking met Israëlische universiteiten. Professor Arnoud Lagendijk bevestigt dit na berichtgeving van Fox. Hij zegt dat de opleidingen geen onderdeel meer uit willen maken van de samenwerking. Het is niet aan de vakgroep om de samenwerking helemaal te stoppen. Wel zeggen ze nadrukkelijk de samenwerking met Israëlische universiteiten niet meer te steunen. Onderaan de streep faciliteert de opleiding geen uitwisselingstrajecten meer van studenten van en naar deze universiteiten. De woning aan de Palinggracht in Beuningen, waar eind mei een bomaanslag plaatsvond, blijft op last van burgemeester Daphne Bergman ruim 5 maanden langer gesloten. Tijdens het onderzoek naar de toedracht van de explosie zijn in het pand opnieuw drugs aangetroffen. Het huis werd in 2020 ook al maandenlang verzegeld vanwege de vondst van drugs, een vuurwapen en veel contant geld. Een 40-jarige man uit Heumen moet 6 jaar de cel in. Hij maakte zich als hondencoach schuldig aan ontucht met en verkrachting van 2 meisjes van 16 jaar die stage bij hem liepen. Naast zijn celstraf moet hij zijn slachtoffers dik €22.000 betalen. De ontucht begon 3 jaar geleden. De man wist een afhankelijkheidsrelatie te creëren en bracht de meisjes in een situatie waarin ze zich gedwongen voelden om langere tijd seksuele handelingen te ondergaan en te verrichten. Een grote controle op en rond station Nijmegen heeft afgelopen week geleid tot 117 bekeuringen en 2 aanhoudingen. Dat meldt de gemeente Nijmegen op X. Vrijdag controleerden de politie, gemeente en vervoerders Connection, Arriva en NS tegen overlast en overtredingen op en rond het station. Naast de bekeuringen werden zelfs 2 mensen aangehouden. Een van hen had zelfs nog een gevangenisstraf openstaan. De vervoerders, politie en gemeente houden iedere maand controles op het station. Nijmegen moet de hoofdstad van de Romeinen in Nederland worden. Dat zegt de Nijmeegse wethouder Tobias van Elveren. Het college komt met een masterplan Romeins verleden om het Romeinse verhaal van Nijmegen beeldend vorm te geven. Zo moet er een kenniscentrum komen over dit oude volk. In Nijmegen-West lag vroeger ten tijde van de Romeinen Ulpia. Wat maakte dat de rijke Romeinen zich hier vestigden en daaromheen een hele infrastructuur ontstond. Nijmegen is zonder twijfel de oudste stad van Nederland. Om het Romeinse verleden van de Waalstad te vieren, gaat er nu een speciaal kenniscentrum komen waar het verleden tot leven zal worden gebracht. Nijmegen is al in het bezit van veel Romeinse schatten. Zo kon men zich al de ogen uitkijken in het Valkhofmuseum. In de Romeinse tijd was Nijmegen de belangrijkste plaats in het noorden van het Romeinse Rijk. Hier dus in dat gedeelte wat we nu Nederland noemen. En je moet echt wel voorstellen dat hier ook echt Romeinen naartoe kwamen. Het was echt een Romeinse stad met grandeur. En ook die Romeinen namen ook hun gewoonte mee hier naartoe. De stad wil hierbij echter niet een soort Efteling gaan bouwen. Toch zijn er volgens wethouder van Elveren nog voldoende mogelijkheden. Zo zou er een uitkijktoren kunnen komen op het Kopsplateau waar 2 Romeinse legioenen dachten goed uitzicht te hebben over het Bataafse land. Wethouder van Elveren liet in een schriftelijke reactie het volgende weten. Nijmegen is de Romeinse hoofdstad van Nederland. We zijn trots op het masterplan Romeinse verleden dat nu is gemaakt. Het maakt het Romeinse erfgoed van Nijmegen aantrekkelijk voor toeristen, inwoners en wetenschappers. In 2021 zijn delen van onze archeologische vindplaatsen op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Dit biedt de kans om Nijmegen als dé Romeinse hoofdstad van Nederland te promoten. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland maken we 6 gebieden, waaronder het Kopsplateau, toegankelijk en te ervaren voor iedereen. We richten ook een kenniscentrum op in Nijmegen, waar onder andere het Valkhofmuseum en de Radboud Universiteit samenwerken. En het zou mooi zijn als ook andere universiteiten en musea zich aansluiten. Dit nationale kenniscentrum voor de Romeinse Limes stimuleert banen en economische groei. Hoe groot het uiteindelijke kenniscentrum over de Romeinen wordt, is nog niet bekend. Het zal afhangen van het enthousiasme van de provincie en het Rijk. In een ideale situatie zou er een heus Rijksmuseum voor Romeinen ontstaan. Ja, maar het is ook wel gewoon mooi. Na weer een wisselvallige dag krijgen we even een adempauze.
Vanavond blijft het droog en laat ook de zon zich nog even zien. Morgen zal dat weerbeeld zich voortzetten en houden we een mix van zonnige perioden en bewolking. De dagen erna wordt het weer natter. Op vrijdag is er maar weinig zon en zijn de buien vooral voor de tweede helft van de dag weggelegd. Voorlopig merk je alleen dat het zomer is, doordat de regen warmer aanvoelt. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 12 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op onze website of in de gratis RN7-app. Morgen zijn we uiteraard weer bij je terug, dus graag tot dan!